Gaston Bergmans is bezig aan zijn laatste filmopnames. Hij speelt mee in Christmas in Paris, een nieuwe Vlaamse familiefilm die eind dit jaar uitkomt. Het is een ontroerend verhaal waarin de drie hoofdpersonages op zoek zijn naar zichzelf. En Bergmans bewijst daarin nog maar eens dat hij ook dramatische rollen op een schitterende manier kan vertolken. Oké, attentie en actie! De opnames voor de nieuwe Vlaamse film met Chris Lomme en Gaston Bergmans zijn volop aan de gang. Laat me staan. Niet brutaal. Laat me staan. Rustig blijven. Christmas in Paris vertelt het verhaal over drie mensen die zich verloren voelen in het leven. Ik speel Alice, een hele rijke pianiste, daardoor mijn huis. En ik heb een kleinzoon die ik in de steek heb gelaten. En de rest mag niet vertellen. Gaston Bergman speelt een oude, verbitterde artiest. Geen komische, maar een dramatische rol. Hij doet het fantastisch. Ik bedoel, het is prettig ook, het is een tragicomische rol. Ik zal ook Gaston zeker zijn komische kanten gebruiken. Maar het is natuurlijk een droom van Gaston om iets anders te spelen. Een andere persoon dan we hem kennen. Bergmans wordt volgende week 82 jaar. Ik wist wel dat dat zwaar zou zijn. En ik denk, ja, dat moet nog kunnen. Maar het is zwaar. En ik voel het nu, dat zal mijn laatste zijn. Ze zeggen, je zegt dat zo dikwijls, maar nee, dat is mijn laatste film. Daarom wil ik ook dat het een goede film is. De film speelt zich af in de kerstperiode. Ondanks de kou ontdooien de personages langzaam maar zeker. Ze ontdekken zo dat ze elkaar nodig hebben om terug gelukkig te worden. Christmas in Paris gaat op 17 december in première in de bioscoop. En dat was het nieuws van vandaag. Ik wens u nog een zeer goede nacht en bedankt voor het kijken.